Hey you, welke angst heb jij overwonnen? Er zijn er natuurlijk meer, of course. Maar vooral de angst om voor de dood. Want broeder Sito, die zei op een gegeven moment, deelde hij met mij, hij is niet meer bang voor begraafplaatsen. Want vroeger was hij daar bang voor. Ja, ik ook als kind natuurlijk. En ik herinner mijn fase een paar maanden geleden, dat ik in één keer besefte, hey, I'm not afraid of the graveyard anymore. Daarom heb ik verschillende bezoeken aan een begraafplaats gebracht. Uit respect voor de doden, zoals ik al aangeef. Want hey, we hebben ook een leven hier gehad, hè. Wauw. Dus, en gewoon, ja, weet je, leven en dood, dat hoort erbij. Dus, ja, thee drinken, mediteren en verder werken strakjes. Oh, ze zijn lekker aan het poetsen, ik heb de afwas gedaan. Zo help je elkaar, fantastisch. Dus, see you on the next one then. Ik kan nog iets delen. Ah, je angsten natuurlijk. Oh, je angst om mezelf te laten zien. Door met het zingen. Ik hou natuurlijk mijn afstand daar wel in. En het dansen natuurlijk. En ja, zolang ik blijf oefenen, dan word ik er alleen maar beter in. En hier ook. Reflexologie, de massage. Wow. They're busy, you know. They're cleaning, you know. My people clean. Yes. Anyways, ja, de kapstok is gisteren gevallen. Mikey. Dus, ja, dat ook. Dus dit werkt ook voor mij om mezelf te genezen. Ik heb een beetje keelpijn, vandaar dat ik thee drink. Maar die, wat ik al aangaf, dat ene pijn dat is weg. Maar als ik nog een behandeling doe, dan wordt het nog beter. Yes, see you next one. Ciao, ciao, ciao. Angsten, ja. Maar ik ben ook bezig met, ja, nog meer. Maar dat goed. Oh ja, en angst in het donker. En van alles. Maar hey, all is good people. Especially the good. Ciao, ciao, ciao.